Dan is nu het woord aan de heer Van Aals van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Daar gaan we. Voorzitter, laten wij als PVV maar gelijk met de deur in huis vallen. Wij waren tegen, wij zijn tegen en we blijven tegen het voorstel om een APK-plicht voor snelle trekkers in te voeren en deze te verplichten tot het voeren van een kenteken. Voorzitter, deze wijziging van de wet heeft namelijk maar één doel. En dat is het klakkeloos opleggen van een Europees dictaat aan onze boeren die in deze tijden al zoveel over zich heen krijgen. Deze regering doet het in haar broek voor de Europese Commissie, die Nederland al in gebreken heeft gesteld voor het niet tijdig uitvoeren van hun bevelen. En dat is de reden dat we hier vandaag staan. En niets anders. Voorzitter, maar laten we duidelijk zijn dat het natuurlijk niet Brussel is die een kentekenplicht oplegt. Nee, voorzitter, dat is de Kamer en deze minister zelf. En waarom? Niemand heeft hier een fatsoenlijk argument voor. En voorzitter, dat is toch te gek voor woorden. Want in 2016 hebben we dit wetsvoorstel al verworpen als Tweede Kamer. En dan zouden we het opeens nu wel moeten gaan aannemen, omdat Brussel ons chanteert met hoge boetes? Is dit nou die Europese Unie waar deze minister zo mee wegloopt? Is dit nou die mooie Europese gedachte? Het is totaal van de pot gerukt. Voorzitter, laat ik wat punten uit het wetsvoorstel naar voren halen. En het eerste wat de PVV in het wetsvoorstel opvalt is de geautomatiseerde handhaving. Om het maar in gewoon Nederlands te zeggen, boeren flitspalen. Flitspalen die landbouwvoertuigen met hun nieuwe kentekens eens flink in de gaten moeten gaan houden en gaan bekeuren. Gewoon een ordinaire afrekening waarmee Den Haag laat zien dat ze de boeren keihard zullen gaan terugpakken omdat ze zich tegen de elite in Den Haag hebben verzet. Maar voorzitter, gelooft u mij, die boeren gaan het er niet bij laten zitten. Maak uw borst maar vast nat. De hardwerkende gezinnen laten zich niet piepelen door de Haagse elite. En voorzitter, verkeersveiligheid is voor de PVV heel belangrijk. Maar dit argument misbruiken voor het invoeren van een kentekenplicht is gewoon smerig. Toen de PVV namelijk vragen stelde over hoeveel landbouwvoertuigen zonder APK-plicht of kenteken betrokken waren bij verkeersongevallen, kon de minister daar geen antwoord op geven. En ook het SWOF zegt niet betrouwbaar te kunnen vaststellen hoeveel ernstige verkeersgewonden er door landbouwvoertuigen zijn gevallen. En voorzitter, dat is toch vreemd? Vreemd voor zo'n verregaande maatregel die door niemand is opgelegd, maar wel ten uitvoer wordt gebracht. En voorzitter, er was een tijd dat de PVV hier niet alleen in stond. In 2016 pakte zowel de VVD en het CDA voormalig minister Schulz keihard aan over dit voorstel. En die argumenten die toen in het debat voorbij kwamen, snijden nog steeds hout. Laat ik er een aantal noemen. De verkeersveiligheid wordt vooral bepaald door een verstandige en kundige chauffeur en niet door een kenteken op een trekker. Een landbouwvoertuig komt slechts sporadisch op de openbare weg, tenzij ze gedwongen worden om naar het Malieveld te komen natuurlijk, maar het is een werkvoertuig en niet een alledaags vervoermiddel van de boerengezinnen. Dit voorstel leidt tot onnodige lastendruk en levert geen bijdrage aan de verkeersveiligheid. En in die paar jaar is er helemaal niets veranderd aan het wetsvoorstel of de argumenten. Het enige verschil dat we vandaag zien in vergelijking met 2 jaar geleden is de capitulatie van het VVD en het CDA. Boeren worden keihard gepakt en vandaag weer in de steek gelaten door deze partijen. Dus voorzitter, tot slot. De PVV vraagt zich af welk probleem we oplossen met deze wetswijziging. Helemaal geen één namelijk. Het enige waartoe deze wet zal leiden is dat onze boeren, die hardwerkende ondernemers, met nog meer bureaucratisch geneuzel onnodige kosten zitten opgescheept. Maar ja, wat had je anders verwacht van deze politieke partijen die er alles aan doen om onze boeren te slopen. En daarom zal de PVV ook vol overtuiging tegen dit gedrocht stemmen. De heer Chinot. Ja, mevrouw de voorzitter, dank u wel. Is de heer Van Aals van de PVV bekend met de uitdrukking gelijke monniken, gelijke kappen? Want als het allemaal niks doet voor handhaving, zo'n kenteken, laten we hem dan ook maar afschroeven van de speed pedelecs en van de auto's en van eigenlijk praktisch elke andere verkeersdeelnemer. Ja, voorzitter, ik heb al in de gaten. Ja, meneer Chinot is even vandaag nieuw in het debat, maar het blijkt dat hij nu niet geluisterd heeft. Ik heb u net uitgelegd dat het grote verschil is, en ik zie u vanochtend in de pers roepen van geweldig en dat moet allemaal doen, want de snorscooter, uw leasefiets, alles hebben we voorzien van kentekens inderdaad, door u toedoen. En dat vergelijken we met een trekker. Meneer, misschien dat meneer Van Mattels als agrariër elke ochtend met zijn trekker zijn kinderen naar school brengt of naar de supermarkt gaat, maar een trekker is een werktuig en geen vervoersmiddel.
Dus u haalt allerlei dingen door elkaar, u haalt allerlei dingen bij. Het verandert helemaal niets. U bent alleen maar bezig, en ik snap dat wel, u bent van D66 en uw collega doet niet anders als die boeren slopen. Dus dit wetsvoorstel past fantastisch in uw straatje, dat begrijp ik. Nou, ik ben inderdaad een tijdje niet geweest, mevrouw, in deze commissie. En dat heeft me ook de kans gegeven om op allerlei andere plekken te kijken. En een van de dingen die ik daarbij geleerd heb, is dat trekkers ook voor heel veel andere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor de bouw. En dan parkeren ze zo in één keer een heel steegje, zetten ze vast in Amsterdam. He, om milieuzones te ontwijken, omdat er geen kenteken op zit. Valt niet te beboeten. Dus mijn vraag opnieuw is, bent u het met ons eens dat juist deze kentekens op deze manier wel kan bijdragen aan verkeersveiligheid? En dat het gewoon simpelweg is, gelijke monniken, gelijke kappen? Ja, voorzitter, totale onzin. Er is geen enkel bewijs dat het ook maar iets bijdraagt aan verkeersveiligheid. Ja, in het voorbeeld van D66, Amsterdam, milieuzones, ja, daar is inderdaad waar Nederland naar de kloten gaat. Met dank aan D66. U mag nog niet weg. De heer Van Martels heeft ook nog een vraag. Nou ja, ik kan in ieder geval vertellen dat ik mijn kinderen wel eens inderdaad naar school heb gebracht met de trekker. Dus dat is in ieder geval goed om te horen voor de heer Van Aalst. Maar waar het mij nu om gaat, de PVV laat een hele kritisch geluid horen. In onze inbreng zal later ook blijken dat wij op punten kritisch zijn. Maar we zien ook wel degelijk in dit wetsvoorstel positieve punten. Onder andere die snelheidsverhoging. Ziet de heer Van Aalst dan niet het gevaar dat, stel je voor dat het wetsvoorstel niet wordt aangenomen, dat die snelheidsverhoging dan ook van de baan is? En hoe staat de heer Van Aalst tegenover het feit dat hij in gebrekenstelling dat kan leiden tot enorme financiële gevolgen? Hoe staat hij daar tegenover? De heer Van Aalst. Ja, voorzitter, laat ik beginnen met de snelheidsverhoging. Daar zijn we voor geweest, zijn we altijd voor geweest. Dat is volgens mij geregeld in de motie, dus dat kan losstaan wat mij betreft van het wetsvoorstel. Sterker nog, volgens mij kunnen we dat heel eenvoudig regelen. Lijkt me niet zo'n probleem. Ja, wat betreft die ingebrekenstelling, ja, make my day. Ik zeg de Brussel, kom maar op, we lusten die rouw. Dat klinkt gezellig, de heer Van Martels. Nee? Ik daag u niet uit, hoor. Ik kan hierop reageren, maar straks heb ik nog ruimschoots tijd om al mijn punten waar ik dan een bijdrage aan wil leveren, om die naar voren te brengen. Daar wachten we dan op. Dank u wel, meneer Van Aalst. Dank u wel, voorzitter. Het woord is aan de heer Dijkstra van de PVD.